Hallo, welkom bij de videoblog van Numentum. Vandaag wil ik met jou praten over beelddenkers in jouw team. Beelddenkers zijn meestal enorm enthousiaste medewerkers. Ze bruisen van ideeën en ze zitten nooit om een hint of een tip verlegen om jouw taken, processen of activiteiten te vergemakkelijken. Ga je kijken naar sollicitatiegesprekken, dan springen ze er op dat moment echt wel uit door hun enthousiasme en hun inspiratie en ideeën. Maar vaak, als jij ze aan boord hebt in jouw team, gaan ze naar verloop van tijd, en dat kan soms heel kort zijn, lijkt het wel alsof ze weg lijken te kwijnen. De passie verdwijnt, de sprankel uit hun ogen gaat weg. De ideeënstroom stopt. Het lijkt wel alsof ze effectief wegkwijnen. En dit gebeurt heel vaak in grote organisaties, in klassieke organisaties. En wat ik daarmee bedoel, is dat het organisaties zijn die heel rationeel gestructureerd zijn, met strikte processen en een strakke hiërarchie. Dit is echt niet de biotoop of de omgeving waar beelddenkers het beste tot hun recht komen, waar ze zich het makkelijkste kunnen ontplooien. Zij lopen vast op die processen en procedures. Laat me een voorbeeld geven om dit concreter te maken. Denk bijvoorbeeld aan de afhandeling van een klacht in een grote organisatie. Hierbij zijn meerdere afdelingen betrokken, elk met eigen regels, en het proces dient door iedereen mee afgedoorlopen te worden. Lineaire processen werken ook het hokjesdenken in de hand. Nu, dit staat haaks op de manier van kijken van een beelddenker die het probleem en de oplossing als één geheel ziet en daar ook automatisch direct de acties die nodig zijn kan aanhangen. Het is evident dat je niet iedereen zijn of haar persoonlijke werkmethode kan laten ontwikkelen over alle afdelingen heen en dat je alle regels overboord kan gooien. Het helpt wel om jouw beelddenkers in je team enthousiast te houden en vol ideeën door ze af en toe de kans te geven om op hun manier te werken en door ze de ruimte te geven om hun eigen methodes te ontwikkelen. Hoe doe je dit? Wel, je legt samen het speelveld vast, het kader waarbinnen gewerkt dient te worden. Je omschrijft heel duidelijk het eindresultaat en de termijn van oplevering. Dit is genoeg voor een beelddenker om aan de slag te gaan. Om efficiënter en logischer het werk te organiseren, en om zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te nemen om tot het eindresultaat te komen. Beelddenkers krijgen hier veel meer voldoening uit. Het is een echte uitdaging en het geeft hen ook energie en enthousiasme. Besef wel dat niet iedereen baat heeft bij deze manier van werken. Er zijn ook medewerkers die heel graag wel weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en welk proces ze stap voor stap dienen te volgen. Deze mensen maak je doodongelukkig door het speelveld vast te leggen, het eindresultaat en de opleverdatum. Beide methodes zijn valabel, maar het hangt van ieders persoonlijke voorkeur af wat voor jou best gaat functioneren. En die is voor iedereen anders. Welke de voorkeurdenkstijl van je medewerkers is, dat maakt niet uit, maar het is wel belangrijk om hen op zijn minst voor een aantal activiteiten of taken aan te spreken op de manier die hun voorkeur wegdraagt. Mijn naam is Saskia Smet en ik begeleid beelddenkers op het werk. Ik begeleid hen om zich persoonlijk zo te ontwikkelen dat ze wel kunnen overleven in een rationele omgeving en makkelijker resultaat halen met minder moeite.